Ik ben Erik Borjas en ik ben verhalenverteller. En mijn favoriete boek is De 100-jarige man die uit het raam klom en verdween. Toen ik het boek zag liggen in de boekwinkel, alleen al die titel had ik willen verzinnen. En toen wist ik, daar ga ik een voorstelling van maken. Voor kinderen en voor volwassenen. Moet je je voorstellen, tenminste ik hoop zo'n oude knar te worden, dat je op je 100ste denkt, weg met al dat gezever in het bejaardenhuis. Ik ga op avontuur. En wat er dan gebeurt, die man maakt de meest absurde dingen mee als 100-jarige. En ondertussen kom je ook nog in een soort Forrest Gump-achtige situatie terecht, vanaf zijn geboorte tot aan zijn 100ste. En wat gebeurt? Hij redt Franco het leven in Spanje tijdens de revolutie. Hij helpt de Amerikanen aan de atoombom. Hij komt bij Stalin terecht, bij de broer van Albert Einstein, waarvan iedereen zegt, die bestaat niet eens. Maar ja, dat is een familieverhaal, daar zullen we het in één minuut niet over hebben. En zo krijg je de hele geschiedenis van de vorige eeuw mee. Mao Zedong komt hij ook nog tegen. Al deze dingen beleeft hij voordat hij als 100-jarige een koffer crimineel geld in zijn handen krijgt. Hem smeert, ervan doorgaat, fantastische avonturen beleeft en nooit meer terugkomt in het bejaardentehuis. Een boek om te lezen, een boek om te vertellen. Zo'n boek,